De drie wijzen zijn er weer met Koert van Egem. Hey. Dankjewel. Vlaanderen en Nederland. Welkom. Dames en heren, hier in het cultureel centrum De Werft in Geel. En nu kijkers thuis, welkom bij de drie wijzen. En ik stel ze graag aan u voor en ik begin met op 1, Jacques Vermeire. Op 2, Geert Hosten. Op 3, Wouter Grootaars. En onze kandidaten, we beginnen met Kurt de Roze. Zo, dag Kurt. Goedenavond Kurt. Je mag Kurt zeggen. Dag Kurt. Dag Kurt. Ja, hij heet Kurt, ik heet Kurt, dat haalt een beetje uit elkaar. Hè. De Roze, commercieel exportbediende uit Turnhout. Getrouwd, houdt van reizen, gitaar spelen, koken en eten, gek doen, voetbal kijken, Waregem SCV, pintje pakken. Wacht, Waregem SCV. Dat is een voetbalploeg. Dat is een voetbalploeg, ja. Je woont in Turnhout. En jij supporter dus voor een voetbalploeg in Waregem, andere kant van België. Er hangt een heel romantisch verhaal aan vast. Als student in Gent op kot Mooi. Gezeten. De tijd loopt. Ja. Een Turnhouts meisje tegengekomen. Ah, zo. En ik ben haar gevolgd. Ah, voilà. Je bent eigenlijk in Waregem geboren. Enfin, je hebt enorm veel plezier natuurlijk met Waregem. Ze staan ongeveer laatste. En jij mag spelen vandaag voor een 250.000 tegen Claudine de Knij. Dag Claudine. Dag Koen. Claudine de Knij. Ze is een gemeentebediende uit Massemen. Zij is niet getrouwd. Ze houdt van reizen, liefst ver. Van spelletjes, van dansen, van oldies beluisteren en platen zoeken voor haar oude jukebox. Wat zeg je allemaal? Er zitten er momenteel 100 in. Ik zoek dus oude... Een mooie, prachtige... Een Ami. Ja. Het jaar 59. Ja, voilà. Ja, toen was ik nog niet geboren. En... Min of meer. En heb je daar dan platen in zitten uit die tijd? Ja, ja, zelfs van vroeger. De American Oldies van 55, 60. Wacht, dat is plezier. Goed. Ja. Als er een feestje wordt gegeven, dan zet je die op. En ja, wij gaan nu beginnen te spelen. Eerste vraag, voor 1000 frank, reclame. You come with a new wine bag? Yeah, I'll just fax this lot off. Ja, en waarvoor wordt hier reclame gemaakt? Dat is de vraag. Sjaak. Ja, dat is een nieuwe stijl van de BRT. We zien de bureaus hier. Dat is de baas van de dieren, van Samson, Reddy de Meij en Koen Krukke. En dus we gaan die hond zien. En dat is een spotje voor dieren, van een dierenvereniging. Dat hondje weet dat hij nu een wandeling gaat maken met zijn baasje. Een dierenvereniging? Ja. Geert Hosten. Het is een spotje over Spot. En Spot is de naam van dat hondje. En dat is eigenlijk een superhond. Wat gaat die doen? Die zal, die kwam nu al om het hoekje kijken en die gaat naar dat papier lopen dat gefaxt moet worden. Die neemt dat in zijn bek en die zal dat zelf bezorgen. Een beetje zoals een postduif, maar dan anders. Omdat een hond niet kan vliegen, ja. Het is dus eigenlijk reclame voor de Nieuw-Zeelandse telecom. Dus voor het gebruik van een fax, dat een fax even betrouwbaar is als een hond. Walter. Het hondje heeft een beetje weg van dat hondje dat men gebruikte bij His Master's Voice. Kennen jullie dat nog? Ja. En ook een beetje dat, het hondje dat men gebruikte voor de whisky vroeger. Maar het was een volledig zwart en een volledig wit. Deze is zwart en wit gevlekt. Dus men gebruikte niet voor drank, maar voor voedsel. Het hondje maakt reclame. Och, zie dat niet bij VTV is, jongens. Dat hondje maakt reclame voor hondenbrokken, voor honden eten. En dan vindt zijn eigen er goed. Er komen nog een heel pak andere hondjes in beeld trouwens ook. Och, heel, kom jongen, heel mooi hondje. Een dierenvereniging, dat zegt zaak. Daar wordt reclame voor gemaakt. Nee, telecom, faxen, dat zegt Geert. En het is een hondenvoeding, hondenvoeding. Yes. Claudine en Kurt. 1, 2 of 3. En de keuze is heel snel gemaakt. Je denkt telecom, faxtoestellen. Het ja? Meest logisch waarschijnlijk. Het meest logische, maar daarom niet goed, hè. Maar, je bent, maar jij denkt het ook, Kurt. Mm-hmm. Ja. We gaan samen kijken. You come with a new wine bag? Yeah, I'll just fax this lot off. Chances are, you're not aware of how much
much more efficiently your business can run with the help of Telecom. You can now even fax messages to more than 100 locations, all at the same time, all at the push of a button. Business message across town or across the world, call free on 0800 735 735 now and discuss the business services and products of Telecom. That was the button of the Telecom. Spot the Telecom difference. En allebei scoren ze! Hop, we zijn goed vertrokken! Ja, een blitzstart. Elk 1000 frank al op de scorebord staan. En we gaan naar onze tweede vraag. 2000, zo loopt het op. Wat is zippen, Jacques? Zippen heeft te maken met chirurgen. Dus, daar weet hem alles van. Ja, ja, met een plastische charcuterie. Dus chirurgen, die hebben dus een lapje voor de mond, omdat de patiënt ze niet zou herkennen als ze misnijden. Wat is nu zippen? Dus als je vlees hebt van een mens, en dus met dat mes, dat geluid dat dus door het vlees gaat, is zippen. Zippen. En dus dat is zippen. Een geert. Of zo'n een zip tussen je tanden, zo. Als je zo wat uit een zip. Van die bruine tanden, nou, zippen. Ik heb een zippeke gegeten, zo, hè. Ja, we... dat je mondje niet open krijgt van zippeke, zo, hè. Ja, we zien het, we zien het. Ja. 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 Hij heeft de verkeerde zip gebruikt. Hij heeft dat in brand gestoken. Oh, God, joh. En dan nu de uitleg. Wat een neumer, zeg. Wie zappen kent, kent zippen. En zippen is als je bijvoorbeeld dit programma opneemt, en dan spoelde de band zeer snel door, dan hoorde dat geluid zo, dan ziet ook dat beeld zo wat bewegen, net zoals je naar de porno kijkt op Filmnet, dat het niet volledig zit. En dan hoorde dat geluid zo... Bij die porno of Filmnet? Bij het zippen. Ah. Dat zeer snel doorspoelen. Dus nu zip ik naar Walter. Ja, Walter. Zippen is een samenvoeging eigenlijk. Je hoort daarin het woord strippen. Je hoort daarin het woord strippen ippen, niet, maar goed. En een zip, een zipper. Dat is, komt uit het Amerikaans. Zipper is, een, is eigenlijk een ritssluiting. Dat zegt men, dat noemt men een zipper. Oh god. En wat is strippen? Pas op, en strippen, dat doet men in een stripteasebar. Dat voelt zich interessant, nee, zip pas op. Zeg. En vrouwen die zippen, die doen een striptease act, maar alleen met kledingstukken met ritssluitingen in. Zowel BH's als slipjes. Tot zover Bed en andere geheimen met Walter Groothuis. Yes. Ja. Ja, opereren. Vanavond wel, schat. Pardon? Mag vanavond wel, schat. Opereren, zegt Sjaak, dat is zippen. Geert zegt het is de video snel doorspoelen. En het is strippen, ja. Volgens Walter. Ja. Kurt en Claudine. Uh-oh. Jullie hebben nu nog gelijk gestand, evenveel punten, maar wat gaat het geven? Zo meteen, je bent wat traag, maar daar komt het toch. Video doorspoelen, Claudine? Ja. Zippen, zappen, eens met de televisie, video zippen. Jij denkt, strippen. Het is gewaagd. Ik weet niet, er zijn geen illustraties van, dus dat het zo gewaagd is, dat er iets zou kunnen tussen, bedoel ik. Nee, maar het was... Het was snel doorspoelen, alsjeblieft, Claudine. Ja, daarmee nemen we weer de leiding en we gaan nu naar opsporing, vervolgt onze commissaris. Zit klaar. Goedenavond. Ik heb hier bij mij wachtmeester Van Kamp. En die heeft wel een zeer bijzondere functie bij de politie. Vertel eens,
Ja, ik doe inderdaad de presentatie dus van al deze... Dus, presentatie, even ertussendoor, voor persfoto's, voor persconferenties, die zaken allemaal, maar gaat u rustig inderdaad, verder? Inderdaad, dus van al deze... In dit geval zijn dat dus in beslag genomen wapens. Dus en... wapens die ooit eens door de politie in ja, beslag zijn genomen. En zoals u ziet, alles wordt mooi gerangschikt, de loop naar voren wijzend, de merknaampjes allemaal naar boven. Mm-hmm. Hier hebben wij dus de Smit & Wesson, de Magnum, de Luger, niet te vergeten de Luger natuurlijk. Zorg dat de kogels eruit zijn, nietwaar? En dan over de kogels gesproken, ja, hier hebben we dus al die munitie liggen, die worden ook allemaal mooi gerangschikt, nietwaar? Kijk, hier hebben we dan springstof, Semtex, heel explosief. Als men er weet om te gaan, kan dat geen kwaad, want er zijn ja. geen ontstekers bij, nietwaar? En dan verder? Ja, en verder krijgen we hier dus al deze voorwerpen. Dat zijn dus gestolen voorwerpen die de eigenaar kan komen herkennen eventueel. Die worden zeer mooi verzorgd, opgeblonken, zoals bedankt, u ziet. Meneer alles Van mooi Kamp, in compositie. U ziet het, gestolen goederen komen dikwijls terecht en nog in goede handen ook. Over naar de studio. In dit geval kunnen de mensen hun waardevolle spullen terugkrijgen. Het loopt echter niet altijd zo goed af. Wilt u diefstal vermijden, dan is het heel belangrijk om uw waardevolle spullen goed op te bergen. U bergt ze op thuis, in een brandkast of in een safe in de bank. Niemand is echter veilig voor diefstal. Zelfs de Engelse kroonjuwelen werden ooit gestolen. En dat brengt ons meteen bij de vraag voor deze week waar. Voor deze week, waar bevinden zich de kroonjuwelen van ons vorstenhuis? Zo, waar bevinden zich de Belgische kroonjuwelen, Jacques? Koning Albert heeft 6 kronen. Hij heeft er 3. Hallo, hé. Dus, maar die liggen in zijn nachtkastje s'avonds. Maar de echte Belgische kroonjuwelen, die liggen in... een kluis van de Nationale Bank van België. En dat wordt opengesteld bij het feest van de dynastie. Kunnen de mensen die gaan bezoeken. Dus dan komen ze binnen en dan gaan ze weer buiten. In die volgorde. En dan kijken ze en dan hebben ze dat gezien. Waar bevinden zich de Belgische kroonjuwelen? Dat is een beetje zoals bij zijn show. Als schuiver om binnen te geraken, ja. Nog iets? Nee, we zijn bijgepraat. Verhaal, ja? Dat is zeker heert, Job. Dank u wel. De Belgische kroonjuwelen bevinden zich inderdaad in een safe. Oké, dat is genoeg. Ja. Dan is het aan mij zeker, hè? Maar niet die van de Nationale Bank, ook niet die van de SP. Die van Emile. Nee, de Belgische kroonjuwelen bevinden zich in een safe in Amerika, in Fort Knox. Die kwamen daar terecht, waar de Amerikaanse goudvoorraad ligt is dat. En die kwamen daar terecht eigenlijk voor de Eerste Wereldoorlog. Hebben ze de Belgische kroonjuwelen daar naartoe gebracht om veilig te zijn voor den vijand. En ze zijn er nog? Ze zijn er nog, want ze zijn wat moeilijk te vervoeren omdat ze in marmer zijn. Walter, dus. De Belgische kroonjuwelen. Wel, die bevinden zich nergens, want dat hebben wij niet. De Belgische dynastie heeft geen kroonjuwelen. Geen kroon, zelfs geen troon. De koning, onze koning, heeft officieel geen troon. Straks zegt u nog dat hij geen koning is. Wel een stoel die hij kan gebruiken en die er een beetje als een troon uitziet. Een maar taboeree. In de echte betekenis, kroonjuwelen, troon, dat heeft onze koning niet. Dat hebben wij niet. In de Nationale Bank. Maar we hebben wel 2 koninginnen. Een Sjaak. Ja. Fort en een koninginnenhapje. Zegt Geert. En er zijn er geen, zegt Walter. Nee. Claudine en Kurt. Er zijn er geen. Er zijn er zo... Ja, kom er. Ja. Ja, er zijn er geen. Heb jij juwelen? Je kunt misschien iets... Geen kroonjuwelen. Aan, aan ons hof, zodanig dat die... Nee, er zijn er geen. Ben je er zeker van? Ja. Er zijn er geen, zeggen ze. Is dat waar? Zijn er geen kroonjuwelen? Er zijn geen kroonjuwelen. Er zijn er geen. Voilà. Ja, een klein brasseleken misschien, maar dat is alles. Goed, ons spreekwoord komt eraan en het begint al dus. De luiste varkens
krijgen de beste eikels. Dat wil dus zeggen... Ja? Van boven van een boom, hè. Dat niet altijd de werkers zijn of de mensen die het verdienen... die het geluk mee hebben, die de geschenken krijgen van boven. Dat is waar. Wie het loon eigenlijk verdient, heeft, krijgt het niet. Dat staat hier zo, ja. De luistervarkens, Geert. Hebben de meeste luizen, Koert. Ja. Dat wil zeggen, wie ja, lui is, je weet dat, je ziet soms varkens zo zich ondersteboven draaien, zeer druk doen in de, as, van, ja, in de modder. Of zelfs in de mest in ons land, omdat we zoveel mest hebben. Dus, en waarom doen die dat? Die doen dat niet omdat dat plezant is. Ze zullen zich een beetje haasten, ja. Nee, ze doen dat om geen ongedierte op zich te hebben. Dat is niet om elkaar te pesten dat ze dat doen, varkens. Wat? Zou je nog tegen elkaar liggen aanrollen? Ik dacht dat het om elkaar te pesten was. Varkens pesten. Oké. Okay. Ja, oké. Ik vond hem goed, hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik heb me een dag niet. Humor uit Londen. Amai. Uit een container. Uit een container. Die VT4 die zenden niet uit van het Londen, jongen. Want ik heb Roger Simons nog niet gezien. Walter. De luistervarkens snurken het hardst. En dat is ook zo. Wie niets doet, geniet soms het meest van rust. Mensen op vakantie, die op vakantie zijn, slapen daar meestal dieper en langer. En vandaar komt dat spreekwoord. Dat wist ik niet zo, dat ze tegen elkaar aansnurken. De luistervarkens krijgen de beste eikels. Ja, ik vond die eikels. Heel goed, Geert. Dat was ook een gillen, zegt Jaak. Geert zegt, zij hebben de meeste luizen. Ik wij zijn. En Walter zegt, snurken het hardst. Ja, doe maar even voort. Claudine en Kurt, ga er tegenaan. Trek je niks aan van het gekibbel aan de overkant. Maak je keuze. Sorry, ik kan even hier bij dat. Jij denkt, allebei trouwens krijgen de beste eikels. Dan lachen we er te veel aan even. Claudine, ben je er zeker? Nee. Je bent niet zeker? Niet zeker. Jij wel, Kurt? Ik denk het. Ja, bon, goed. Is dat ook het goede antwoord? We vragen het. Wat was het goede antwoord? Ja. Ja. Ja! Voilà. Alsjeblieft. Goed hoor. Er wordt bijzonder goed gescoord. En dat is belangrijk. En nu gaan we naar ons guitige duo. Guitige duo. De Cowboykes. En zij brengen van Louis Neefs Wat een leven. De Cowboykes. Vijf minuten tijd heb, dan kan je er zeker van op aan dat ik op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk. Ja, hoe gaat dit liedje van Louis Neefs verder, Sjaak? Eens werk voor het bestaan. Wow, mooie stem. Wow. Mooie Louis Neefs geluid hoor ik hier. Vind je toch wel heel sterk, hè? Lijkt erg op Charles Aznavour voor 3 dagen na zijn dood. Hij leeft nog. Je moet altijd weer iets smakelijks achter voor Jacques, voor Walter. Hè? Ik had niet verdragen dat ik kan zingen, hè? Ja. Daar raakt hem, hè? Daar raakt hem, hè? Ja. Mooi, kind. Zelfs daarin voelt hem de bedreiging zijn een nek, hè? Ja, maar. Ja. Het blijft een klein artiestje, toch, hè? Bedoeld, hè? Geert? Eens aan de slag zal gaan. Is dat ook gezongen? Ik zou toch maar uw dagelijkse job behouden. Ik zou toch al je job opzeggen, hoor, als je wilt gaan zingen. De laatste tijd hebben we van Walter niet veel meer gezongens gehoord. En dat heeft ons allemaal heel veel plezier gedaan. Walter, hoe gaat het liedje zingen? Zing het een keer, jongen. Kom. Dat ik op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk op zoek ga naar een baan. Geen autoweg, geen asfaltweg, een baan. Blijf ook maar bij uw job, joh. Ja. Dat is precies de Sandwich Show weer, hè? Michel Mara daar juist aan het woord, hè? En ik van Oosterwijk, zo, hè? Hopelijk eens werk voor het bestaan, zegt Jaak. Ja. En dan eens aan de slag zal gaan, zegt Geert. En op zoek gaan naar een baan, zegt Walter. Claudine en Kurt, als jullie dat nummer kennen, dan moet het een makkie zijn. Ze scoren, eens aan de slag zal gaan. Ik ben het bijna zeker. Je bent het bijna zeker, Kurt? Een gokje. Een gokje. Ah, dan moeten we toch nog eens bij de cowboykes terecht. Dat
Take op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk eens aan de slag zal gaan. €15.000 is de stand. Het is ongemeen spannend. En we gaan naar onze zesde vraag. Ik ga het proberen een beetje zo keurig mogelijk te stellen, die vraag. Wat betekent het woord blaaspoepen? Zaak. Ja, een moeilijk woord toch wel? Blaaspoepen. Nee, ik heb ook opblaaspoepen. Dat gebruikt Walter in de zomer als hij op het water zit, omdat hij anders verdrinkt. Dus we gebruiken onze opblaaspoep. Maar wat is nu blaaspoepen? We kennen het woord, we herkennen twee woorden, blaas en poepen. En poepen in Vlaanderen zijn monotone bewegingen. Triestige bewegingen, zo. Bij u wel. Ja, bij u. Wat is nu blaaspoepen? Dus bij blaas hoort men wind, blaas. En poepen is in Nederland kakadoen. Ja, ik weet het, is een moeilijke uitleg, ik besef het. Dat is de nieuwe stijl van de BRT nu. Dus als je blaas in je darmen hebt en je wilt kakadoen, dan heb je diarree. Zoals men zegt, los in de broek. Het moet dus zeggen diarree. Blaaspoepen is tegenslag hebben met uw kaka. Geert. Ja. Geert. Ja, blaaspoepen. Een poep, dat is, of poepen, dat zijn eigenlijk Duitsers. Dat was vroeger een scheldwoord voor Duitsers. Ja, dat zulde jij wel weten. Walter, omdat jij daar nog geweest bent. En de mensen kennen nu blaaspoepen niet meer, omdat dat niet meer bestaat. Maar, van waar nu blaaspoepen, dus als poepen Duitsers waren? Vroeger waren er rondtrekkende groepjes Duitse muzikanten. Ja? En de Duitsers die hebben hier nogal wat rondgetrokken in het verleden. Maar en muziek dat die gemaakt hebben. Ja, en die hebben ook nogal op het een en het ander geblazen. Ja. Ja, en we kennen allemaal de Wiener blaaspoepen. Dus wat waren dat? Dat waren rondtrekkende muzikanten die op van alles blaasdigen. Blaasdigen. Walter, heb jij nog iets charmants? De kreuners zijn wel, geen blaaspoepen. Om dat woord juist te kunnen definiëren, dan ga ik u vertellen, een paar weken geleden, Fijn, het is langer geleden, dan was ik eens op stap. Een maand? Ja. Ja, ja. Paar, drie was ik op stap met mijn vriendin en met Jacques en zijn zeer jonge en hele mooie vriendin. Zijn en blaaspoep. Wij kwamen in een zaak binnen en als ze Jacques en dat meisje zagen lopen, zijn vriendin, dan hoorde ik constant mannen en vrouwen zeggen, amai, moet dat meisje met die. Maar ja, we hebben het hier niet. We hebben hier, het hier niet over het werkwoord, maar over het zelfstandig naamwoord. Nee, blaaspoepen is eigenlijk... BRT heeft ook wel seks tegenwoordig, vriendin! Come on, jongens! Deze uitzending zal doorgaan na 12 uur s'nachts. Moet kunnen, jongens, kop, verdikken we. Nee, blaaspoepen, dat is wat wij eigenlijk... Kijk, zelfs moeten we omhoog! Ja, anders kunnen we niet blaaspoepen. Want blaaspoepen is eigenlijk... Wat wij hier al jaren doen, Jacques en ik zeker, hij is er misschien nog niet, nog geen 5-6 jaar. Ik ben nog te jong om te blaaspoepen. Ja. Ik ben nog te jong. Wel, straks gaan we nog een keer blaaspoepen en dan gaan we naar huis. Oké.
Blaaspoepen is gewoon zinloze praat verkopen. Onzin uitkramen. Ah. Dat is blaaspoepen. Vind je dat? Ik vind dat, ik vond dat een fantastisch gesprekje hier. Blaaspoepen is volgens Jacques Vermeijden diarree. Het is rondtrekkende muzikanten volgens Geert Horsten. Het is zinloze praat volgens Walter Grootaars. Claudine en Kurt. Ja. Allebei denken ze dat het zinloze praat is. U denkt ook dat het zinloze praat is. Heren, wat is blaaspoepen? Wij zijn nog even bezig, laten we. Wat is blaaspoepen? Ik vind dat Walter gelijk heeft, maar ik moest het. Zijn rondtrekkende muzikanten, helaas. Ja, en nu gaan we naar onze laatste vraag voor 7000 frank. En dat is, zoals altijd, Camille Spiesjes. Bon, kijk nu een keer goed naar het bord, hè, zeg. En let een keer goed op. Want je hebt het nodig, hè, je weet het. Allee, wat schrijf ik op het bord? Zeg het een keer. Allee, toe, je kunt het. Oh, let toe. Mondje goed open. Nee, dat is goed. En Nien. Ik probeer met Nien. Ik ken hem ook al, hè. Zeg het een keer. Hoe niet? Mondje breed. Ja, ze nog constant door elkaar, hè. Triestig, ze. Triestig. Allee, kijk nog een keer goed naar het thesisbord. Kijk hier. Het is dat. Absoluut. De vraag is heel duidelijk. Wat is een ezelsbord? Ja, we moeten snel gaan, we met te veel tijd verloren bij poep geblazen. Dat is een bord met een afbeelding van een ezel die domme jongens droegen vroeger in de klas, eventueel. Ja, over naar kan ik dat met twee nu. Ja, snelheid. Dat is een bord dat op zichzelf staat, waarop krijt op geschreven wordt, bijvoorbeeld de dagmenu's enzovoort. Het wordt dus gebruikt bij restaurants of dagschotelrestaurants. Daar schrijft men op dagmenu en dan blablabla. Alles, wat was het weer het woord? Ezelsbord, ja. Dat komt precies omdat nu nog veel restaurants soms een menu's op een schilderzee. Dezelfde oorsprong. Walter. Volgende kandidaat, alstublieft. Ja. Als je zonder te veel plichtplegen moet gaan eten, dus je mag gewoon uit de pot eten, dat is eigenlijk ezelsbord. Oké, overlopen, ja. Claudine en Kurt, hier komen ze. Volgens Jacques is het een bord met de afbeelding van een ezel. Volgens Geert op zichzelf staand bord voor restaurants. En volgens Walter allemaal uit dezelfde pot eten. Goed, jij denkt. Op zichzelf staand bord voor restaurants. Op zichzelf staand bord voor restaurants. Camille Spiesens. Kom. Allee, kom ze. De speeltijd is voorbij. Genoeg gespeeld. Op naar het volgende lettertje. Allee, dat is de letter. De letter O. Zeg een keer O. O. En een ezelsbord, dat is niet voor u, hè, joh. Dat is alleen voor de domme jongens, hè. Oeh. I. Oeh. Het is een bord met de afbeelding van een ezel. Dat was het goede antwoord. En dat betekent. Niemand springt, maar jij gaat naar de eindronde, Claudine. Ja, en wij moeten helaas afscheid nemen van Kurt. Oeh. Dat vinden we vreselijk. Kijk, ik zou je om te beginnen al deze heerlijke fles. QV3 wijzen, schitterende champagne, we hebben ons eigen merk. En van bij de Fnac ben ik nog even gaan kijken. Jan Wouter schreef van Davidop tot Van Basten. Van Herman Brusselmans, vrouwen met een IQ, ze bestaan. En van Leonard Nolens, de vrek van Missenburg. En een geweldig applaus. Dank u. Claudine, ik zet het envelopje er. Je hebt 15.000 frank, maar... 265 kunnen het er worden. Ah, je leeft op, hè? Dat is een verre reis, hè? Dat denk ik wel. Ja, let op, hier komt Jacques zijn verhaal. Ja, we moeten weer snel gaan. Onlangs ik was gaan eten met enkele organisatoren. We waren in totaal met 6. En we gingen naar een knus restaurant. En ik bestelde eten op de kaart. Hè? Allee, enfin, van de kaart. Hè? Ja. En ik vroeg de wijnkaart. Nu zie ik daar toevallig achteraan
in dat boekje staan een pommerol van 86 of 87. Ik wil er vanaf zijn. Van een Château Poupoum. En dat was 950 frank. Ik ken niet veel van wij, maar ik wist wel dat dat een goede prijs was. Goed. Ik koop, ik zeg, we hebben wel goed zaaks gehad. Dus ik koop ook niet dat ze te veel gaan drinken, want elk flesje is toch een 900 frank ongeveer. Maar ja, money is money. Now or never. Enfin, we eten en die mensen die vragen een keer een water enzovoort. Enfin, we geraken maar aan één flesje Pomerol. En daarachter nog een dessertje, weet ik al. Enfin, maar één fles wijn aan mijn rekker, zoals men dat zegt. Enfin, ik vraag de rekening. Ik had toch een keer gaan uitrekenen. Zo, dat was dus 11.500 frank. Ik krijg de rekening en dat is 13.800. En een kletsje. Hoe komt dat nu? Ik zeg, ik heb toch maar één fles Pomerol. Wat was er nu? Dat had ik niet goed gelezen. Dat was een formule waar duurder wijnen aangeboden werden. Maar we moesten dus per man betalen 350 frank. Dat was een systeem daar. Dus men betaalde per man 350. Maar dan mocht men drinken à volonté in die duurder wijnen. Dus ten deze dacht slim te zijn. Dus ik heb betaald voor die fles wijn. 6 x 350 frank is 2100 frank. Plus 900 frank. Dus ik heb voor die fles wijn 3000 frank betaald. In plaats van, jongens, kom, we gaan een keer door in de Pomerol. Dan gaan we een goede zaak doen. Dus ik was gezien, ik had ja, veel betaald voor één fles Pomerol. Claudine? Die een baas zei, we zullen die gast is. Eén is waar, twee is niet waar. Goed, je denkt dat het waar is. Geert. Vorig jaar kreeg ik een telefoon in januari uit Hasselt. En dus, draagbaar? Nee, inderdaad, een draagbare telefoon. En die rinkelde opeens. Nee, ik neem hem af. Nee, dat kan niet, want die rinkelt gewoon. En er is iemand uit Hasselt die mij zegt, meneer Roste, gefeliciteerd, je hebt de prijs gewonnen. En ik kreeg een prijs, zoals iedereen dagelijks wat prijzen krijgt als je naar de radio luistert of naar televisie kijkt. Ik kreeg de prijs Humor zonder grenzen, omdat ik zoveel grapjes vertelde. En ik ging dat afhalen en wie bleek die prijs ook gekregen te hebben, juist voorbij? Willy Klaas. Dat is humor zonder grenzen, Willy Klaas. Dat begrijp ik. En wie heeft die nog gekregen? Jacques Vermeijer. En wie heeft hem hier niet gekregen? Walter Grote! Claudine, is dat waar? Ik kan dat geloven, want Willy Klaas is de enige politicus waarmee ze in heel de wereld lachen. Je zal hem ook nooit krijgen, die prijzen. Nee. Claudine? Nee. Ja, het zal gehoord maar zeggen. Dat hij de prijs gekregen heeft of Willy Klaas die prijs? Het verhaal Willy zoals Klaas. Het is. Willy Klaas. Dat zoals Willy Klaas. Hij als Willy Klaas die prijs heeft gekregen. Niet waar. Altijd. Ik heb in het verleden al eens een paar keer de verhalen verteld van de deugnieterijen, de deugnietenstreken die ik vroeger samen met mijn broers al eens durf uithalen. Eén daarvan was als wij 14, 15, 16 jaar waren en we waren op kamp met de scouts. En dat moet je echt eens uitproberen, want het is een fantastische ervaring. Blaaspoepen. Met de luchtmatrassen. Met de luchtmatrassen op. Ja. Nee, dan... Ik ga het anders uitleggen. Wij deden een wedstrijd. Ja, leg het anders uit. Ja. S'avonds, als het donker is... Als het donker is... Als het donker. Koeien, die slapen rechtop staan. Die liggen alleen voor te herkauwen, maar die slapen rechtop staan. En dat moet je dus uitproberen, dat deden wij dan ook. We hadden dan een wei gevonden waar zo'n 10, 15 of 20 koeien op stonden. Dan liepen we, slopen we de wei op. En als je dan met één of twee man tegen die koe duwt, die valt echt om als een baksteen. Bang, zegt hij. En dat was de wedstrijd, was dan om zoveel mogelijk koeien op hun zijkant te krijgen. Kantelkoeien. Ja, wij zeiden, kom, we gaan nog eens koetje duwen. Waar of niet waar? Koetje duwen. Niet waar. De envelop. Hij gaat open. 265.000 frank. Of 15.000. Ik wil altijd weer met die onwaarschijnlijk straffe verhalen van Walter. Daar wil ik altijd wel direct weten wat daarmee aan de hand is. Koetje duwen, koetjes omver duwen als kind. Waar of niet waar, Walter? Mijn verhaal was niet waar, maar je kan wel koeien omduwen. Koetje duwen. Jacques, jij hebt te veel betaald. Ik heb te veel betaald. Nooit. Nooit. Nee.
En dan het gekke is dat Willy Klaas... evenveel prijzen heeft gekregen als Jacques Hofstede. Ja, Geert Vermeijer samen. Mooi. En wat was veranderen? Er blijft nog 15.000 frank over voor jou, Claudine. Maar wel ook nog onze QV de drie wijzen. En een geweldig applaus. Kom in. Ja. Zo gaat het, hè. Volgende week spelen wij terug een spelletje drie wijzen. We hebben weer een 250.000 en u kijkt uiteraard. Tot dan.